Ik wil het nu hebben over afgelopen maandag kreeg Boudewijn de Groot de zogenaamde Lifetime Achievement Award, een oeuvreprijs van Buma. En nou is Boudewijn de Groot toch wel bekend, op een enkele zijsprong na, dat hij vooral prachtige Nederlandstalige liedjes heeft gezongen. En dat hij dan een prijs krijgt, die heet de Lifetime Achievement Award. Ja, daar kreeg ik de rillingen van over mijn rug. En niet dat ik zo'n purist ben. Ik vind dat we al die Engelse termen moeten bannen. Dat helemaal niet. Maar je moet er toch wel een beetje mee uitkijken. En zeker in dit geval, ik denk, kunnen we daar nou geen andere naam voor bedenken? Maar ik moet heel eerlijk toegeven, dat is heel erg moeilijk om live Time Achievement te vertalen in goed Nederlands. Het is mij niet gelukt. Nee? Ik dacht zoiets als levenswerk laureaat, zoiets, of de Buma-orde zou ook nog een hele mooie zijn. In ieder geval had hij wel een Nederlandse titel verdiend. Overigens, dat hij die prijs krijgt, is natuurlijk volkomen terecht. Mm. Hij begon bijvoorbeeld, een van zijn allereerste hits is deze. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht. Voor de glorie en de heer van Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Kennen we allemaal nog. Het was uit de jaren 60 natuurlijk. En een verlengstuk van de protestsongs van Bob Dylan. Overigens een tekst van de grote man Lennart Nijg, waar daar ook weer een prijs is genoemd. De Lennart Nijgprijs, die dan weer verdiend is door Herman van Veen, die zelf mooie teksten heeft geschreven, maar ook mooie teksten heeft gezongen van Lennart Nijg. Dat zei hij ook op de avond van de uitreiking. En ook van Willem Wilmink. En noem maar noem maar op. En maar even terug naar Boudewijn de Groot. Op zijn nieuwste album, Achter Glas, staat deze prachtige zin om te bewijzen dat Boudewijn de Groot goed was toen hij begon en nog steeds prachtig zingt en mooie teksten maakt. In dit huis met zwarte trappen, naar waar geen kamer zich bevindt, waar ik op de zolen van mijn jeugd nog altijd rondwaal als een kind. Geef jij niet thuis. Gaat over zijn vader. Kom nader. Hè. Zo is ook die documentaire genoemd. En de zwarte trappen waar geen kamer zich bevindt. Duisterder kan het niet. Hij heeft die tekst zelf geschreven. Hij vindt zijn eigen teksten wat poëtischer dan de wat meer concrete teksten van Lennart Nijg, heeft hij me ooit verteld. En dan heb ik het bij Boudewijn de Groot niet eens over zijn kwaliteit als componist. Hij raakt altijd. Ja, en hij maakt van onze taal toch iets heel moois. Als je hem hoort zingen, is het net alsof je door glas kijkt. En dan weer terug in het land. Luisterde ik gisteren naar Radio 1. Susanne Bosman, die had een zeer interessant gesprek in Eén Vandaag over oppasoma's en oppasopa's, naar aanleiding van een artikelenreeks in De Groene Amsterdammer. Moet jou aanspreken. Ja, zeker. Met de schrijvers van het stuk Anneke Groen en Herman Vuijsje. Maar even los van het gesprek, dat zeer boeiend was en over een onderwerp gaat dat iedereen aangaat, zei Herman Vuijsje, socioloog, het volgende. Nou, het aantal kleinkinderen is dus enorm. Hè? Dus is een marktverschuiving opgetreden. Dat nu een schaarste is eigenlijk aan kleinkinderen. Een schaarste aan kleinkinderen. Ik denk, een marktverschuiving. Een marktverschuiving en een schaarste aan goederen. Hè? Dat begrijp ik. Maar een schaarste aan kinderen, wat veronderstelt dat het hier om een economisch goed gaat of een economisch probleem. Dus een schaarste aan kleinkinderen, dan vraag ik me af, worden de kleinkinderen dan duurder? Want dat is altijd op de markt, als iets schaars wordt, dan worden het duurder. Dus wat moeten we gaan doen? Moeten we meer kleinkinderen gaan produceren? Is dat dan misschien het probleem? Ja, ik vind dat een beetje. Dat is ook in de medische sector, Guylaine. Ik weet niet of je opvalt, maar dan lees je een bericht over het AMC bijvoorbeeld. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft over 2013 een positief resultaat behaald van bijna 30 miljoen. Oh. En dat staat in de jaarrekening die 1 augustus 2014 is gepubliceerd. Het bedrijfsresultaat ligt een stuk hoger dan de afgelopen jaren. Terwijl je wil horen alsof het een bank mensen, is. Ja. Alsof de directeur van het ziekenhuis Gerrit Salm zelf is. Dus ik wil weten, zoveel patiënten geholpen, zoveel mensen goed gefunctioneerd kunnen ontslaan. Zijn ze gelukkig geweest in het ziekenhuis? Zijn de chirurgen geslaagd tijdens de operatie? Ja. Ik weet dat ook allemaal wordt gemeten. Alles wordt tegenwoordig gemeten. Maar het zijn zulke kille cijfers. Ja. Die, denk ik, geen recht doen aan het werk dat binnen die ziekenhuizen plaatsvindt. Daar is een managerscultuur ontstaan waar we niet blij mee moeten zijn. En ook op de radio gisteren in het programma Nieuws en Co. Wat ik een heel mooi onderwerp vind, als ze met die bus door het land gaan. Ja. Met mooie interviews. Jeroen de Jager gisteren, hij sprak over de spanningen tussen Koerden en Turken. Komen ook
was de vraag, komen die dan ook in Nederland voor? Wordt dat geïmporteerd, dat conflict? Nou, hij sprak met twee vertegenwoordigers, Hilal Antuntas, Koert uit Rotterdam, schrijver, en Yesim Kandam uit Amsterdam, Nederlands-Turks, CDA, Politica. Hij sprak met beide. En die standpunten liggen inderdaad uit elkaar. Maar als je het dan met elkaar eens kunt zijn, dan wordt het zo gezegd. Is de kans, als het in Turkije verder escaleert, ja, ook groter dat het hier dan escaleert? Ja, dat die kans acht ik wel groot. Ja, klopt. Eens? Ja, eens. Eens. Ja. Eens. Ja, en dat is toch wel even los van het boeiende gesprek. Ik luister natuurlijk met de oren van een taalschouwer. Ja. Hè? En dat hoor je zo vaak een korte manier van zeggen. Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut, de hoeder van onze taal, dat instituut, spreekt van korterlands. De alsmaar korter zeggen en formuleren of schrijven. Maar laat ik me even beperken tot de spreektaal. Eens, zegt Jeroen de Jager. Zijn gesprekspartners die zeggen het na. Eens, eens. Maar natuurlijk is de totale zin, bent u dat met mij eens. Maar dat hele, dat bent u dat met mij, is weggesleten. Een ander voorbeeld, hebben we Andries Knevel nog? Ja, even horen. Dat zijn geen democratieën. Nee, maar daarin zijn we het eens. We zijn het eens maar met het feit daar mag Nederland dus niet naar afglijden. Er is geen fatsoenlijk islamitische land op dit moment in de wereld. Absoluut. Maar ja, nee, daarin zijn we het wel eens. Maar we zijn het niet eens met dat angstbeeld wat u creëert. Ja, is Nederland toe dat mijn kleindochter over 30 jaar met haar hoofddoekje loopt. Het is dat geen loopt angstbeeld. Ze niet, meneer Wilders. Het is geen angstbeeld. Eens. Nou, zegt, en helder. Dat hoor je ook heel vaak. Terwijl je eigenlijk wil zeggen, heeft het helder uitgelegd. Het zal misschien ook door de sociale media komen, maar ik denk dat als we zo doorgaan, dan is het een soort vloedgolf die alle overbodige taal wegspoelt. En dan blijft er nog één zo'n kernwoord. Het telegram hebben we niet meer, maar de telegramtaal nog wel. En dan kan ik me even een voorbeeld tot slot, mm-hmm, als het nog mag. Over een gesprek dat wij bijvoorbeeld over 10 jaar zullen hebben. Laten we hopen dat dat nog. Ja. Als we nog gaan, dan gaat het als volgt. Gehoord? Mooi. Eens? Oneens? Nog meer? Jammer. Dank. Morgen. Goed, taal staat. Bureau M. Bureau M. Ja, dan ga ik toch een hele volzinnen praten, hoor. Want dat voelt toch heel wat aangenamer. Dankjewel, Frits.